Uur van de Reclame is het grote reclamefeest waar de hele creatieve industrie aanwezig is. Dan moet je denken aan er komt er ongeveer 2000, 3000 man op af vandaag. En het thema van vandaag is hoe creativiteit de wereld kan veranderen. Ik geef jullie Mark Boerden en ik geef me een hartelijk applaus. Ik kwam erachter dat ik heel graag een goed doel wilde beginnen. Maar ik wist niet zo goed wat voor een goed doel. Zoveel goede doelen. En toen ik er wat langer over nadacht, dacht ik, hé, volgens mij heb ik gewoon een zingevingsvraagstuk. En wat wil ik nou eigenlijk precies? En ik kwam erachter dat de campagnes waar ik toevallig bij betrokken was, die en een enorme impact hadden op de maatschappij, positief gezien, mensen bij elkaar brengen of mensen helpen hun verdriet te verwerken, dat die ook vaak gepaard gingen met commercieel succes. En ik ben gaan uitzoeken of dat toevallig was, of dat het iets is wat misschien nu heel erg leeft. Dit vind ik het meest alarmerende cijfer en daarom zijn jullie straks zo belangrijk. Maar 16% is niet op zoek naar een zinnig leven. Dat betekent dat 84% op de een of andere manier op zoek is naar, deed mijn leven er maar toe. Nou, de grote vraag van het onderzoek was, wat maakt nou dat jij een zinnig leven hebt? En heb je op dit moment een zinnig leven? En kunnen bedrijven daar dan bij helpen? Het belangrijkste wat eruit kwam was dat mensen heel erg op zoek zijn naar een zinnig leven. Dat zingeving wordt geïnterpreteerd als anderen helpen. Als ik anderen kan helpen, dan doet mijn leven ertoe. Frans de Waal, een beroemde bioloog, die zei van, joh, dat is allemaal kletspraat, Darwin. Het gaat helemaal niet over survival of the fittest. Het gaat over survival of the kindest. En nou is het leuke dat mensen dus massaal op zoek zijn naar manieren om anderen te helpen, maar dat in de praktijk nog wel lastig is. Ik heb geen tijd, ik heb geen energie, ik heb geen geld of ik zou eigenlijk niet zo goed weten hoe. En dat is precies waar merken in beeld komen. Dus merken die dat faciliteren, dus merken die zeggen van nou, wij gaan samen andere moeders helpen bijvoorbeeld, in het geval van Pampers en kindjes. Of Douwe Egberts die zegt van nou kom, jullie zelf komen niet toe om meer contact te maken met jullie buren. Wij gaan daarbij helpen en dan ben je zelf in staat om een leukere buurt te maken. Ja, dat zijn de merken die gaan gewoon vliegen. Ik word dus heel blij van wereldproblemen. Als ik 's morgens de krant lees, dan denk ik, businesskans, gaan we oppakken, gaan we regelen. Want je kan alles oplossen. Er zijn heel veel geweldige initiatieven van energiemaatschappijen die zeggen van nou, we helpen je om totaal off the grid te gaan. Tot en met wilde ideeën waarbij het bijvoorbeeld gaat om sleuven te graven in woestijnen. En als we dat maar een beetje flink doen in alle droge gebieden, dan kunnen we massaal vergroenen. Dus er zijn prachtige voorbeelden te vinden. Het enige is, en dat moeten wij doen als reclameindustrie, is ervoor zorgen dat die oplossing ook heel breed uitgedragen worden en dat er iets is waardoor je als consument heel makkelijk in kan stappen. Dat je denkt van ja, en die reactie krijgen we dan terug. Nou, het bewijs is er nu wel, maar help ons nu met de verbeeldingskracht. En dat is nu de volgende stap. Ja, kom dan eens met concepten waarmee je de wereld vrede kan herstellen. Of kom eens met een concept waarmee je de droogte kan oplossen. Of kom eens met een idee. Ja, en dat is nu de grote zoektocht. En daarom is het zo gaaf dat de reclamewereld nu zegt, nou, dat is een interessant thema. Wij moeten op zoek naar oplossingen. En dat gaat dus helemaal niet om een leuke campagne. Nee, het gaat om de creatieve oplossingen waarmee je problemen kan aanpakken. Want daar zitten mensen op te wachten. Als je deze niet, dan heb je al die andere prijzen te pakken. En dat lijkt me toch een heel fijn vooruitzicht. Dus ik wens jullie heel veel succes. Ik reken ook een beetje op jullie, want we hebben keihard nodig. Dankjewel.